zo, ik ben op school. En ik heb net eigenlijk helemaal niet gevlogd of zo. Omdat ik dacht, is niet nodig. Ik ga vandaag in ieder geval met mijn moeder uit eten. En daarna gaan we door naar Simone Kleinsma in Meppel in Ochterhoek. Mijn eerste dag even school, dus ik dacht, dan kan ik daar ook nog wel wat dingetje filmen. Ik weet niet wat ik nog precies ga doen, maar dat zie ik zo meteen. Welke groep kan presenteren? De coach van de leiders van deze VH. Dit zit echt keer. Goed, pas houden. Wat stoppen. Zo, ik zit nu met mama in het restaurant en zoals je al hebt gezien heb ik niet bepaald heel erg veel nuttigs gedaan op school zo. Ik heb gewoon wat dingen bewerkt en wat online gezet. Voor de rest hebben we hier lekker, je kunt zien, mooi lekker radertje. En dan zometeen sperren en daarna gaan we door misschien nog naar huis? We moeten even kijken of dat nog kan. En dan gaan we gelijk door naar het theater in Meppel, dus dat is lopend te doen. Ik vind dat wij lopend gaan. Laten we gezond doen. Maar dat had ik ook al gezegd vorige week, dus ja. Eten was toppie. En... Wat? Wat zei je? Ik zei dat het eten lekker was. Ja. Het is echt lekker. En de muziek erbij. Maar we gaan dus zo gelijk dan naar huis, denk ik aan, toch? Ja. En dan gaan we gelijk door... Ja, we gaan gelijk anders lopen waar ik in de stad misschien dan zijn we ergens aan de zon het ook. Ja, precies. Dus ik weet niet, ja, ja. Lekker ijsje. Hè? Lekker ijsje. Dus, ja, of we kunnen gewoon even met de auto richting. Ik kan ook zo hier met de auto zo richting die dingen. Ja, maar ik dacht als we dan gewoon naar huis gaan, dan kunnen we tijd rekken en dan kunnen we in die tijd kunnen we lekker ijsje halen. Nou, en kunnen we lopen. Ja, auto sleutels niet. Maar was daar ook niet een uitgang? Oh, ja. Waar we auto daar staan. Het is hier wel mooi. Het is hier wel mooi. Huge mooi. Daar komt ze echt wel. Wat? En deze kant is. Yes, uitgang. Sunshine. Zonnetje schijnt nog steeds lekker. Zo. Maar het is wel frisjes. Nou, gaan we die kant op. Ik zie mensen, ver moeten we fietsen zeg. Oi, oi, oi. Ik denk zo'n 3 minuten fietsen. 4 minuten. 5 minuten. Dan ga je naar links van je fietsen. Ga je links van mijn fietsen? Dat mag. Hier zit ook nog steeds helemaal niks. Jong, durm. Ik vraag me echt af, hadden ze op zich best wel een goede plek en dan gaan ze hierin. En dan lig je daar in je bed en ben je gewoon compleet vergeten te vloggen. Want we waren klaar met de show, of tenminste we hadden de show gezien uiteindelijk en het was klaar. En toen had ik in de pauze, heb ik van mijn moeder een... een cd gekregen van de show. En ik heb hem hier links van mij liggen. Maar ja, linkshandig en met rechts kan ik hem niet pakken. Dus dat gaat een beetje lastig. Maar die kon ik dan laten signeren op het laatste. En dat hebben we ook gedaan. En door Simone... Door Simone zelf. En ik ben ook nog met haar op de veld geweest. Wat natuurlijk wel super vet was. En... ja, weet je, op een gegeven moment, het was echt best wel een emotionele show. Ik heb niet echt wel gehuild of zo, want ja, weet je, dat een soort van ingehouden, denk ik toch maar. Maar er waren een paar herkenbare dingen. Er waren ook heel veel dingen dat ik denk van, jongens, je hoort allemaal weer liedjes over het leven, afscheid nemen en dat, al dat soort dingen. En dan denk ik, mensen, mijn leven moet nog beginnen, ik ben 17, bijna dan. Dus ja, maar die stem en alles, het was zo mooi. En ja, ik heb echt een topavond gehad. En ik had het niet willen missen. Ik begin steeds zachter te praten terwijl iedereen gewoon nog wakker is in huis. Maar in ieder geval, ik lig dus nu in bed. En ik heb dus die cd. En
Die ga ik dan nog even binnenkort lekker gefilmd gaan draaien. Ik merk gewoon dat ik moe ben. Ik wil ook niet weten hoe laat het is trouwens. Ik moet morgen om 7 uur opstaan. En dan nog naar school. Maar in ieder geval. Het was top. Het was leuk. En ik ga nu slapen. Want voor je het weet. Krijgt dus het weer voor elkaar om morgen te laten komen bij Engels. En dat moeten we ook niet hebben. Dus ja. Bedankt voor het kijken naar de vlog. Ik weet het was niet echt de meest fabulous vlog ever of zo. Nee. Het was niet. Het was niet heel bijzonder. Maar ik dacht ja. Ja, waarom ook niet? Ik heb dit nu toch gefilmd. Ja. Dus slaap lekker iedereen. En nou ja, waarschijnlijk als jullie dit kijken is het geen slaap lekker. Maar oh my god. Ik ben weg. Ik zie jullie weer in een nieuwe video. En tot de volgende keer. Doei.